De gemeente Eersel wil hier een prachtig gebied van maken. Het is al mooi, zoals u kunt zien, maar we willen het nog mooier maken. En we zien het als een gebiedsontwikkeling. Het is maar één van de vele voorbeelden in Brabant. Het riviertje de Beerze, van Bergijk tot aan den Bosch, moet weer gaan kronkelen en eigenlijk één langgerekt natuurgebied worden. Daarvoor is wel de medewerking van de boeren nodig. In eerste instantie waren er maar weinig boeren die zeiden van hiep hiep hoera, hè, er komt hier een gebiedsontwikkeling. Wat zeiden ze wel? Laat ons maar lekker hier zitten en boeren zoals we altijd gedaan hebben en laat ons maar met rust. En nu is het eindelijk zover dat we ook die plannen die we samen hebben kunnen maken, kunnen uitwerken. Hè? En toen kwam die brief? En toen kwam die brief. Die kwam aan bij provinciebestuurder Van Heugten, die samen met de andere provincies meteen een antwoord klaar had. Beste staatssecretaris, zo werkt het niet. We hebben nog afspraken lopen met elkaar. En u kunt niet van vandaag op dag in één keer alles stopzetten. Want waar we een grote hekel aan hebben, is dat we gisteren iets anders vertelden als vandaag en morgen weer iets anders moeten vertellen. In de gemeente Eersel merken ze hoe lastig dat is. Er zijn boeren die in de handjes wrijven en zeggen van, ja, goed, zie je wel. De overheid houdt zich toch niet aan de afspraken. Maar er zijn ook anderen die heel veel mogelijkheden zien in deze gebiedsontwikkeling die teleurgesteld zijn. Volgende week gaan de provincies met staatssecretaris Henk Bleker aan tafel om te praten over de natuuraankopen. Ze hopen dat er dan toch nog geld genoeg is om de zaken waar al aan gewerkt wordt netjes af te maken.